Welkom terug bij Smeen Cosplay. In deze aflevering ga ik het vest maken, of in ieder geval eraan beginnen. Want zoals je vorige keer bij het shirt zag, dat niet alles loopt volgens planning. Maakt niet uit. Ik heb er hard aan gewerkt thuis. Hij is nog niet helemaal af zoals je ziet. De bandjes moeten achter nog eraan vastgemaakt worden. Dat is gewoon handwerk. En de onderkant moet worden afgewerkt. En dan wil ik kijken of hij nog net even wat strakker kan, want de vorm is nog een beetje... En zoals je ziet, ik heb er stukken stof tussen gezet. Want dat model waar ik hem op gebaseerd had, dat is elastische stof. En ik dacht nog zo van, oké, daar moet ik rekening mee houden. Maar ik had er niet genoeg rekening mee gehouden. Maar achteraf is het, ik vind het wel bij Borderlands passen. Dus. Borderlands! Ik heb alvast dit zwarte ding uitgeknipt. Dat is die voor over de schouders heen. Die ga ik aan elkaar vastmaken. Gezien de onderkant grijs is en dat willen we niet dat dat zichtbaar is. Ik heb er speciaal naaigaren voor gehaald voor leer. En daarvoor moet je een dikkere naald in je naaimachine doen. En ik ben gisteren echt 3 uur met dat ding in de weer geweest. En ik begin er steeds meer feeling voor te krijgen, dus dat is echt super tof. En als het een beetje mee zit, kan ik straks zelf mijn eigen shirts en zo maken. De groene stof, die ik overigens hier heb, die ga ik over leer heen spannen, want het valt hier als leer. Ik kon geen mooie kleur vinden online, dus ik knip het gewoon van leer uit en dan span ik die er overheen. Lijntjes erop tekenen en dan moet het er ook zo uit gaan zien. En dan gebruik ik deze stof voor de vest. Het is niet zo geel als op het plaatje, maar ik heb het idee dat als ik hem echt geel maak, zoals hier, dat het in het echt, dat het er niet heel mooi uitziet. Even kijken, we beginnen met het zwarte aan elkaar te naaien. Het ding is zwaar, ik ben echt gewoon door mijn rug gegaan ermee. Elke keer weer hierheen zeulen, dan weer naar huis. Oké, dan gaan we de 2 lagen nu aan elkaar naaien. Maar eerst vastzetten met speldjes, anders glijdt hij. Zo, 2 speldjes. Ik moet nu even verder met het vest, anders komen we helemaal nergens. Dit ga ik verder thuis doen, net als met het shirt. Ik gebruik hierbij mijn giletje als patroon. Ondanks dat ze dus eigenlijk geen gilet aan heeft, maar zo loopt hij wel een beetje. En ik gebruik geen knopen, ik wil er eigenlijk een rits in zetten. Alleen mijn naaiwinkel die was gesloten wegens omstandigheden. Dus dat het is allemaal even half work in progress wat je hier te zien krijgt. Dus anders dan met mijn Demon Hunter. Zeg maar wat ik nu aan het omtrekken ben, dat moet allemaal nog een naairand en een knipperrand krijgen, zeg maar. Dus als je je patroon omtrekt, je moet niet dat gaan knippen. Je moet minstens 2 centimeter extra pakken, zodat je het later ermee kan gaan naaien. Ik heb niet zoveel gedaan deze aflevering. Waarom niet? Het kost heel veel tijd. Ik was sowieso thuis al 3 uur bezig met het shirt nog extra, na de aflevering zelf. En dat is nog niet af. Dus het is sowieso een beetje een onrealistisch doel van mezelf om te zeggen, ja, in deze aflevering ga ik het hele vest maken. Nee. Maar wat ik wel kan doen is dat ik dus weer thuis verder ga. En dat ik dan de volgende aflevering, net als met het shirt, mijn progress laat zien. Een beetje er wat over vertel. Want dan kan ik even lekker alle tijd ervoor nemen. Dan weet ik zeker dat het mooi wordt, dat ik er tevreden mee ben. En dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. En jullie hopelijk ook. Dus als jullie het mij willen vergeven, dan kijken we nu een einde aan. En dan zie ik jullie volgende week weer. En sowieso op Dutch Comic Con, want je bent erbij.